Nou, we zijn altijd begonnen met CMV en dat was eigenlijk de jeugd voor basisschoolleeftijd. En dat is nu een beetje zo doorgegroeid, dus deze club is gebleven en die, nou, voor de ballen 5-4 jaar, er komen steeds weer nieuwe vriendinnetjes bij. Dus zo doen we een hele leuke damesgroep. Ja. Dus als je samen traint, dan kun je ook lekkere wedstrijden spelen. En verder, we gaan niet echt voor de wind. Ik geef voornamelijk wel trainingen, maar samen met mijn moeder doe ik het ook nog. Dus Bette Langhout, die komt ook altijd nog even helpen. Ja. Ik speel zelf ook met de dames mee, soms met tweede, soms met eerste. En die spelen tweede en derde klasse. Nee, we hebben een bestuur. We hebben dan nog een herenteam, die traint hierna op de dinsdag. Op de maandag traint dames 3, 2 en 1. En verder op donderdag zijn voornamelijk de wedstrijden. Wat is DWS? Door wilskracht sterk. Ik weet het net, hoe weet jij erbij? Ik denk al 35 jaar. Het is begonnen door een hele enthousiaste man hier uit het dorp. Die zat in een commissie en dan wilden ze graag iets meer aan de sport gaan doen. En zodoende is eigenlijk de volleybal een beetje heel langzamerhand op gang gekomen. Nou, de oudste die is net 80 geweest, denk ik. 81. Ja. Maar bij 80 houden ze in de regel bijna op, hoor. Dus we zitten op een grens van sommigen. Ik ben 54. Oké. Okay. En de jongste. Wat hier heel belangrijk is, dat is de sfeer onder elkaar. Iedereen die houdt contact met elkaar in voor- en tegenspoed, laat ik het zo zeggen. He, en je kan altijd op ze rekenen, er is altijd wel een bloemetje of een kaartje. En dat zijn de kleine dingen die het gewoon in een groep maken. En dan de derde helft is heel belangrijk voor iedereen. Als de sfeer zo blijft en de enthousiasme blijft en de mensen blijven een beetje gezond, dan kunnen we nog lang volhouden. Ja, heel erg.